Vanmiddag ga ik een paar uurtjes op het kanaal vissen. De Lage Vaart in Almere. Ik voer tegen de overkant en ik voer in het midden. En dan zien we wel wat vis oplevert. Het is in ieder geval luxe vissen hier. Met de auto achter je stek. Tussen de paardenbloemen. Er staan er genoeg hier. Ik ben een uurtje aan het vissen en ik heb nog geen beet gehad. Alleen mijn aartsvijand heeft zich gemeld. De quagga-mossel. Ik zit 2 uur te vissen en ik heb nog geen tikkie gehad. Helemaal niks. Vorig jaar heb ik alleen maar slechte berichten gehad over dit water. Maar inmiddels is het uitgebaggerd. Ik denk, nou, laat ik het toch eens proberen. Nou, het enige wat het aangetrokken heeft is volgens mij meer scheepvaart. Nou, top, je krijgt nog een half uurtje en dan is het voorbij. Nou, het heeft lang geduurd, maar ik moet eerlijk zeggen, op dit soort vissen wil je wel even wachten. Mooie brasem van 59 centimeter. Ik heb toch weer een aardig plekje kunnen vinden, ver weg van andere vissers. Het blijft natuurlijk leuk om alleen maar grote brasems te vangen. Maar er schuilt wel een gevaar in voor de toekomst. Als je geen kleintjes meer vangt, is er namelijk geen toekomst meer. En ik vrees dat dat het geval is op veel plaatsen in Nederland. In ieder geval hier, in Flevoland. Zeg hem maar gedag. De brasem was laat met paaien dit jaar. Ze zijn eigenlijk maar net afgepaaid. En de karper en de giebel die zijn heel vroeg. Ik zie hier van alles. Karper, kroeskarper, giebel. Een groot paaifeest.
de karper is druk met paaien. Dus ik ga maar een dagje fideren. Op dit water. De laatste keer dat ik hier gevist heb, was het ijskoud. En kon ik alleen maar kleine vorkjes vangen. Nu is het 25 graden. En ik ben benieuwd wat dat oplevert. Ik hoop eigenlijk op zilt. Ik vis afwisselend op 40 en ongeveer 10 meter. En deze komt van 40 meter op de maden. Ja, zoals verwacht toch weer een vorentje. Maar goed, het is de eerste en ik zit er nog maar net. De tussenstand, na 2 uur vissen, 31 vorens. Allemaal van dit formaat. Niks groots zit ertussen. Wel afwisselend blankvoren en ruisvoren. Ik zit weer gewoon traditioneel freelining te vissen. Dus zonder stangetje, het maakt allemaal niks uit als azen. Er zitten mooie visjes tussen, zoals deze ruisvoren. Prachtig van kleur, doet het leuk in de zon. Het is de zoveelste al. Ik heb geen idee hoeveel ik er gevangen heb. Die ruisvorens die zijn prachtig hier. En het is af en toe gewoon niet bij te benen. De ene na de andere. Ik stop ermee. Ik heb een hele school voren leeg gevist. Het hield me niet op. En ze azen nog steeds als een dolle, maar ik heb geen voer meer. En bovendien ben ik levend aan het verbranden in die zon. Het is gek. Ze zitten alleen op 40 meter afstand. En ze vreten alleen maar maden. Mais doen ze niks mee. En ook op de worm heb ik helemaal niks gezien. Ook niet van andere vis. Het lijkt erop dat hier alleen maar voren zit. Ik ben er klaar mee. Tot de volgende keer. Ik ben weer terug op Fantasy Lake. En het gaat net als de vorige keer. Het is niet normaal. De ene voren na de andere. Ik zal ze niet meer laten zien, want het is allemaal een beetje hetzelfde. Al zitten er wel hele mooie ruisvorens tussen. Eén dingetje is wel belangrijk. Het roestvrijstalen stangetje is terug. Dat bevalt me toch wel heel goed. Want ik heb geen last met in de war gooien als ik dit gebruik. Ik heb het nu zo gemonteerd dat het precies in het buisje van de afhouder past. Wat ik ook heb gedaan is een wat langer onderlijntje nemen. Ik denk een centimeter of 25 is het nu. En het knoopje, sorry. Het loodje aan het eind heb ik weggelaten. Want dat bleek toch eigenlijk geen enkele toegevoegde waarde te geven. Wat mij betreft is het cirkeltje rond. Dit is voor mij de ideale rig voor feedervissen. Nou vooruit, eentje dan. Omdat ze zo mooi zijn. Dan ga ik weer verder vissen. Even voor de liefhebbers. Dit zijn de afhouders die ik gebruik. Leaders van titanium.
Ik meen van Sjoerd van de Ploeg. Whoever he may be. Het enige wat je moet doen is aan beide kanten de wortels eraf knippen. En wat je overhoudt is een lusje wat precies in dat gele afhoudertje past. Daar maak je je hoofdlijn aan vast. En je duwt hem in het busje. Aan de andere kant heb je ook een lusje dan. En daar maak je je onderlijntje aan vast. Een centimeter of 25 werkt prima. Ik vis aan de kant waar de wind op staat. Het is niet normaal. Het is echt voren naar voren, achter elkaar door. En alleen op maden. Als ik er mais aan doe, heb ik meteen geen beet meer. Er gaat weer een korfje. De eerste op een kikkerhead. Dat zal dus geen voren zijn. Wel netjes gehaakt met de her, keurig in het onderlipje. Nou, hij mag terug. Nou, het trucje met de kikkererwten werkt in zoverre dat ik grotere vorens begin te vangen. Het is toch een prachtige ruisvoren, ik kan niet anders zeggen. Ik wil zo'n rare zeelt of een brasem, een karper. Nou, het is inmiddels 8:30. Het blijft nog een half uurtje vissen, denk ik. Die kikkererwten, die hebben een paar hele mooie ruisvorens opgeleverd. Ja, toch weer voren. Tot op een gegeven moment de beten stilvielen. Toen heb ik een half uurtje aangezien. Het werd niks meer. En toen ben ik overgeschakeld tot mais. Nou, toen werd het weer een vorenfestival. Alles door elkaar. Ruisvoren, blankvoren, maar minder groot. Ik probeer het nog één keer hier 's ochtends vroeg. Om te kijken of dat wat uitmaakt. Ciao! Ik ben vanavond begonnen met een maiskorrel op de her en twee maden in de haakbocht. En na drie kwartier was de tel al kwijt. Ik word gestalkt door blankvorentjes. Allemaal visjes tot zo'n 15 centimeter. Het gaat achter elkaar door. Ik zit even na te denken wat ik nu zal doen. Ik denk dat ik de maden er maar weer afhaal. Dat ik verder ga met twee maiskorrels. Kijken wat dat oplevert. Gewoon twee korreltjes op en her. Ze worden iets groter. Nou, daar moeten we even mee doorgaan dan met die mais. En ik mag blijven hopen op een zeelt. Het wordt heel voorspelbaar. Want na een mooie blankvoren volgt natuurlijk... Precies, een mooie ruisvoren. Na een stuk of 50 vorens heb ik er maar een tweede hengel bij gezet met een boilie. Hij staat nu een uurtje zo en ik zie er helemaal niks op. Als het weer zo'n avond met alleen maar voren wordt, moet ik naar een andere stek uit gaan kijken. Dit is een perfecte stek voor vliegvissers, maar ik vang ze toch graag wat groter. Het is weer zo'n avond geworden met alleen maar voren. Ondanks het feit dat ik stiekem een paar dagen boilies gevoerd heb. Ik was er al bang voor. Het water is pas een jaar of 7 oud, het is afgesloten en er is nooit vis uitgezet. Maar goed, nu weet ik zeker hoe het bestand er hier uitziet en kan ik op zoek naar iets anders. Tot de volgende keer op een totaal ander water.